Is Nederland werkelijk de grootste nettobetaler van de Europese Unie? Die vraag is al jaren een bron van discussie en ergernis tussen Den Haag en Brussel. Deze week kwam de Algemene Rekenkamer met de ontknoping. Volgens de Rekenkamer bedraagt de netto-afdracht van Nederland aan de Europese Unie in die begroting 6,5 miljard euro, oftewel 0,8 procent van ons bruto binnenlands product. Om die pijn iets te verzachten, krijgt Nederland jaarlijks een korting van 1 miljard euro, blijft over 5,5 miljard euro. En dat is 0,67% van ons BBP. Ter vergelijking Nederland bovenaan, dan Duitsland, Zweden, België, allemaal nettobetalers, de nettoontvangers staan daar. Litouwen, Bulgarije, Hongarije bijvoorbeeld. Geen absolute bedragen, maar allemaal in verhouding tot de omvang van hun economie. En wat we niet in deze cijfers zien, is wat we terugkrijgen voor die netto betaling van 5,5 miljard euro. Oftewel, wat levert het EU-lidmaatschap de Nederlandse economie eigenlijk op? Dat is moeilijk te becijferen, maar het lidmaatschap van een grote interne markt brengt in ieder geval geld in het laadje en veel ook. Wat we ook niet zien, is wat de subsidies die wij ontvangen van Brussel hebben opgeleverd. Worden die subsidies eigenlijk wel hier goed besteed of worden ze verspild? De Algemene Rekenkamer zou daar voor alle lidstaten graag wat hardere cijfers over zien. Waar zit het verschil van mening tussen Brussel en Den Haag nou? nou? Die zit hier: douanerecht, oftewel de importtarieven over de goederen die via de haven van Rotterdam of via Schiphol de Europese Unie binnenkomen. Nederland vindt dat het afdragen van die importtarieven onderdeel is van de totale afdracht aan Brussel. Den Haag redeneert daarbij als volgt. Het is onze verdienste dat we een Rotterdamse haven hebben of dat we een distributieland zijn. En dus is het ook onze verdienste dat goederen via Nederland de Europese Unie binnenkomen. Importtarieven afdragen aan Brussel is een Nederlandse bijdrage aan de EU. Nee, zegt Brussel, douanerechten worden geheven namens de EU. En na aftrek van heffingskosten moeten die in hun geheel worden overgemaakt aan de Europese Unie. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor alle landen die liggen aan de buitengrens van de Europese Unie. Die importtarieven horen niet bij de afdracht, zegt Brussel. Als je ze wel meetelt, is Nederland zonder meer de grootste nettobetaler. Tel je ze niet mee, zoals Brussel zegt, dan varieert de positie van Nederland tussen de eerste en de vijfde plek als grootste nettobetaler. Ontknoping of niet, het meningsverschil tussen Brussel en Den Haag is hiermee nog niet opgelost. En dat zou eigenlijk wel moeten, want door het meningsverschil is de begroting van de Europese Unie nog steeds niet goedgekeurd. Volgens de Rekenkamer kan een oplossing zijn: eindelijk een goede berekening maken welk land welke voordelen en kosten heeft aan het lidmaatschap van de Europese Unie. Wilt u meer van dit soort video's zien? Download dan onze app.